Goedenavond, welkom op onze persconferentie na de wedstrijd AA Gent Anderlecht. Bonsoir, bienvenue à cette conférence de presse après le match entre La Gantoise et Anderlecht. Nous allons d'abord écouter l'analyse des deux entraîneurs. We gaan eerst dus luisteren naar de analyse van de beide trainers. We beginnen bij de analyse van Hein van Hazenbroek, coach van Anderlecht. Goedenavond. Heel kort, we hebben tegen Club Brugge 6-6 gepakt. En dat was 2 keer verdiend, met goed voetbal. We hebben tegen Charleroi 6-6 gepakt en dat was eigenlijk ook verdiend. Eerste match met minder voetbal, tweede wedstrijd thuis bij ons met beter voetbal. We hebben tegen Standaard 0-6 gepakt en dat was totaal niet verdiend, want daar hadden we 2 keer veel meer kunnen pakken. En we hebben nu tegen Gent ook 0-6 gepakt en dat is dik verdiend, want we verdienden geen punt meer. We hebben thuis tegen een goed Gent gebotst. Wij dachten dat we dat varkentje wel eens gingen wassen thuis. Dat was helemaal het geval niet. Daar hadden we in de tweede helft nog een aantal kansen. Hè. Dus die bal op de paal, betwiste fase, penalty of niet. Dus daar hadden we misschien nog kunnen gelijk komen. Vandaag speelden we tegen een twijfelend Gent. De eerste helft, veel balverlies. Je zag dat ze niet echt zeker waren. Maar daar hebben we eigenlijk heel weinig tegenover gesteld. De eerste helft kregen we nog een paar kansen. We kwamen nog een paar keer in de box. Maar ik denk dat we geen bal op doel hebben getrapt. Hè. Ik denk dat er 4 doden zijn achter de goal. Mensen die bal vol in het gezicht geraakt hebben. Je moet doden als je tegen een ploeg speelt die wat twijfelt. En je voelt dat je die kansen krijgt, dan moet je het afmaken. Nu, ze hebben in de eerste helft ook al een paar kansen gekregen. Mats doet een paar goede reddingen. Tweede helft probeer je van de jongens scherper te krijgen. Maar uiteindelijk was het allemaal moeite voor niks. Want de tweede helft was zo mogelijk nog matiger. Moet ik zeggen, op een bepaald moment heb ik tegen mijn assistenten gezegd van oké, dit moet zo wat iets zijn dat je voelt als je play-off 2 speelt. Want dat eerste kwartier van die tweede helft was echt niet meer om aan te zien. Niet van onze kant, ook eigenlijk niet van de andere kant, maar oké. En dan is het doelpunt wat mij betreft het toonbeeld van deze wedstrijd. Hè. Zij doen balverlies centraal op het veld. We hebben een situatie dat we 2-1 moeten uitspelen en dat duurt zo lang. En zo slecht uitgespeeld is eigenlijk onvoorstelbaar voor een ploeg als Anderlecht om daar zo weinig mee te doen. Uiteindelijk verliezen die bal, zij knallen hem langs de lijn, we worden eruit gelopen en plotseling staat iedereen alleen voor doel. Het is onrealistisch. Het is eigenlijk bijna onrealistisch hoe het mogelijk is om op die manier één zo'n situatie naar de knoei te helpen en dan nog eens een doelpunt erop te pakken ook. En, dan zie je onmiddellijk natuurlijk wat dat doet, hè. Op dat moment krijgt Gent een boost, het publiek wordt plotseling wakker, gaat zijn ploeg 100% steunen. En vanaf dan hebben ze met volle overgave verdedigd. En uiteindelijk hebben zij nog meer gevaarlijke momenten gehad dan wij er gehad hebben. En als we al durfden een keer een bal in de box te gooien, daar stond daar een klein keeperke dat alles kwam halen. Dus we hebben geen één kans meer gecreëerd, denk ik, tweede helft. 0. Oké. Jonge gasten, we hebben er moeten opstellen. 1 om te starten, 1 na 10 minuten, 1 na een uur. 3 jongens van 18 jaar, maar ik kan die jongens niks verwijten. Ik denk dat anderen vandaag veel meer hadden kunnen brengen en moeten brengen en dat niet gedaan hebben. Dus dit was een, niet echt een prestatie om fier op te zijn. Als je trainer van Anderlecht bent, speler van Anderlecht bent, supporter van Anderlecht bent, hier kan je niet fier op zijn. Bedankt, Hein van Hazenbroek, voor jouw wedstrijdanalyse. Het woord is aan Yves van der Hagen. Ja, au contraire ben ik wel een beetje fier vandaag, omdat je de afgelopen weken misschien niet de beste partijen gespeeld hebt. Dat je dacht dat de meesten toch een beetje mentale vermoeidheid hadden en heel erg op zoek waren naar een frisheid. Maar vandaag heb ik toch wel weer de grinta gezien die nodig was en de overtuiging in de duels. En ook de wil om echt te gaan winnen vandaag. En we waren goed gestart met een aantal kansen. En op het einde van de eerste helft kwam Anderlecht een beetje opzetten. Met ook een paar inderdaad dreigementen die inderdaad in de tribune vlogen. Oké, ze waren niet op goal. Tweede helft direct 2 kansen voor ons. En ik denk toch dat we de gevaarlijkste ploeg bleven. En inderdaad, de fase die Hein heel mooi uitgelegd heeft, heb ik natuurlijk geen bewondering, of wel bewondering voor een balverlies. Maar ook de manier waarop E-City daar dan die bal gaan halen aan de cornervlag. En
ja, die terug eigenlijk offensief meebrengt. Daar doen we op die snelle counter en eigenlijk een perfecte tegenaanval. En nadien zijn we nog een aantal keren opgekomen zetten, maar efficiëntie kon vandaag opnieuw een reden zijn waar we de match niet gingen gewonnen hebben. Omdat we toch een aantal kansen gemist hadden dan. Heel tevreden voor de wedstrijd, wouden we de vierde plaats vasthouden. We staan er nog altijd. Dus ja, we hopen om dat volgende week ook nog te kunnen zeggen. Dankjewel Yves voor jouw analyse. Tot zover de persconferentie voor het intern televisiecircuit. Nog een goede avond en tot later.